Welkom allemaal bij Dynamite Magic Shop product update nummer 117. Op een dit wat krakende stoel merk ik. Ja, we hebben andere stoelen. We zitten ook op een andere plek in de winkel. Normaal zaten we helemaal achteraan. Nu zitten we helemaal vooraan. Nou, goed nieuws hebben we gehoord op tv. Gisteravond ook. En dat heeft natuurlijk iedereen gehoord. De versoepelingen die gaan de goede kant op. Dat betekent dat we meer bewegingsvrijheid krijgen. En hopelijk ook voor de goochelaars betekent dat weer terug optreden. Misschien beperkt tot bepaalde plekken, bepaalde evenementen. Maar het gaat de goede kant op. Nou, de winkel zoals je weet is ook helemaal veranderd. Hebben we een update nog niet laten zien, maar is compleet veranderd. Je kan hier echt makkelijk tussen alle rekken rondlopen. Dus zelfs al lopen hier 8 mensen rond of zo, kan je nog 1,5 meter afstand houden. En lekker neuzen tussen alle spullen. Dus dat kan hier ook perfect. De webshop, misschien heb je hem niet gezien. Check hem even. Is ook gloednieuw, razendsnel en helemaal gevuld met alles wat je maar kunt bedenken. Al onze spullen, plus de nieuwigheden uiteraard. Nou, buiten is het warm. Sterker nog, ik heb hier de airco nu niet aangezet, want dan horen we op de achtergrond de hele tijd. Leek me geen goed idee. Maar het is heel warm. Hier achter mij is het raam, de voorkant van de winkel. En ik voel gewoon de warmte. Nou, dat is overdreven, maar hier op de deur voel ik de warmte gewoon binnenkomen. Het is hier plakkerig. Het is nog vroeg op de dag, dus we gaan beginnen. Met het eerste product. Wat hebben we hier? Een portefeuille. Nou, wanneer we die portefeuille openmaken, hebben wij daarin vuur. Die? Nou, en niet echt, want in principe is het gewoon een portefeuille, is gewoon leeg. Ik kijk even waar die rookmelders hangen. Ah, niet hier, dat is gunstig. Nou, dit is de Zap Fire Wallet. Het mooie van de Zap Fire Wallet is, je ziet, ik hoef geen echte moeite te doen om het vuur te laten ontsteken. Nee, dat klopt. Waarom? Omdat deze wallet beschikt over een automatische ontsteking. Nou, ik ga even de camera boven mij even laten zien voor de mensen wat dat is. Ik vind het niet direct een geheim van een truc, dus ik vind dat ik het best kan laten zien. Iedereen snapt dat het vuur ergens vandaan moet komen. Nou, hier zit de portefeuille. En je hebt hier de automatische ontsteking. Nou, er zit een soort, ik noem het een bliksemschicht, zeg maar, een piezo ontsteking. Hier zit een klein knopje. Dat betekent, als ik hem openmaak en druk op het knopje, zie je, gaat hij meteen in de brand. Nou, ik doof hem eventjes. Hierboven zit een schakelaartje, USB oplader, alles zit erin. Ik zet hem even uit. Stel voor. Of je vergeet je portefeuille aan te zetten. Kijk, dan doet hij namelijk niks. Of je vergeet hem op te laden. Wat voor situatie er ook is, we hebben altijd nog een reserve vuurwieltje. Dus als je denkt, help, ik heb hem niet aangezet. Dan kun je natuurlijk niet dat doen. Dan kun je altijd nog het vuurwieltje pakken en heb je altijd nog een brandende portefeuille. Nou, dit is de Zap Wallet, zoals ik al zei. Zap Wallet op onze website. Ik vind het de beste elektronische vuurportefeuille, maar eigenlijk ook gewone portefeuille. Maar de beste elektronische vuurportefeuille op de markt. Voor een goede prijs, €72,50. Mooi leer, mooie portemonnee, ziet er gewoon goed uit. En uiteraard kun je in de portemonnee gewoon papieren geld kwijt nog. Je kan pasjes erin stoppen, dus het kan er ook uitzien als je echte portemonnee. Ik zou er niet op gaan zitten, want er zit natuurlijk wel een heel mechanisme in met alles erop en eraan, elektronica. Dus daar kan het natuurlijk niet tegen. Maar het ziet eruit als een alledaagse portefeuille. Nou, naast deze hebben we ook onze gewone eigen Superfire Wallet. Niet elektronisch, als je dat leuk vindt. €35. Doet hetzelfde, maar dan alleen met een vuurwieltje. Oh ja, klein detail. Je hebt gezien, hier zitten bakjes en een soort bakjes waar de benzine in zit. Overigens gebruik ik daarvoor deze. Zippo vuur of vloeistof. Nou ja, aansteker benzine. Feuerzeug benzine, zeggen ze ook wel. Is vloeibaar, dus geen gas. Doe je er een beetje op. Zet je de busje weg. En doordat het bakjes zijn, zitten hier randen aan. En je sluit de portefeuille. Betekent dat die bakjes nagenoeg helemaal afsluiten. Dus de vloeistof kan bijna niet verdampen. Daardoor blijft je portefeuille best lang, een uur of drie. In ieder geval goed als je hem niet tussendoor steeds openmaakt om te kijken wat hij dan doet. Want dan verdampt natuurlijk alsnog je benzine. Dus ik verplaats van de ene naar de andere kant de Zap Fire Wallet. Compleet met de benodigde oplaadkabel. Uiteraard. Excuus. We pakken even wat onderdeeltjes erbij hier. Wat hebben we hier? We hebben hier een sponsbal. We hebben ook een plastic doosje. Nou, als je die sponsbal in een plastic doosje legt op deze manier, zo zie je, zeg maar, zit die erin. En je pakt nog een
tweede plastic doosje. Dan kun je dat doosje sluiten. Dus dat kun je er zeg maar tegenaan zetten. Zo. Dan pak je een aansteker. Dan zit eigenlijk de sponsbal min of meer geplaatst. Je doet dit. Oh. En dan zie je dat de bal helemaal plat geperst is. Maar niet echt. Want als je het doosje openmaakt, zit daarin geen sponsbal. Maar een rood pokerfiche. En alles mag onderzocht worden. Dit is Sponge Poker van Michael Lair. Michael Lair was hier in februari of maart voor een lezing. Liet hij deze zien. Ik zeg, doe ze maar allemaal. Een leuk dingetje. Super makkelijk te doen. Verbazingwekkend. En eigenlijk als je hem terug opbergt, ben je ook weer klaar voor de reset. Dus we kunnen hem meteen weer herhalen. En leukste, de prijs €16,50. Leuk effect. Voor een leuke prijs. Ook niet onbelangrijk, want een goed effect hoeft echt niet duur te zijn, maar dat weten we allemaal. Nog met andere woorden, de duurste effecten zijn niet altijd automatisch de beste. Gaan we natuurlijk snel doorheen. Het blijft onwennig om dit alleen te doen. Normaal heb ik Leon hier zitten. Maar met de huidige regeltjes van 1,5 meter zouden we wel daar en daar kunnen gaan zitten. Maar dan hebben we 4 camera's nodig om elk een camera van boven te gunnen. En elke camera van voren, dus dat is niet te doen. Dus vandaar dat ik het nog even alleen doe. Maar dan gaat het gewoon wat sneller. Sorry daarvoor. Inspelkaarten. Een nieuwe serie kaarten. De Bicycle Insignia Bag kaarten. Geen truc, maar gewoon een bicycle kaartspel. De voorkanten zien er gewoon uit als... Oh, er zit eentje verkeerd, zie ik. De voorkanten zien er gewoon uit als een... Normaal bicycle kaartspel. Dat staat ook op het doosje dat het bicycle is. Zie. Je krijgt 2 gekleurde jokers. Een blank face. En een dubbeldekker. Die krijg je erbij. Nou, en als je hebt gezien op het doosje zijn de achterkanten allemaal. In deze uitvoering net als het doosje. Nou, dan denk je mooi. Het zijn leuke kaarten en die kosten maar €8,75. Maar ik had ze liever in het wit. Kan. Want dit zijn dan de rode kaarten. Geen probleem, we hebben ze ook in het wit. Tadaa! René, ja, heb je ze ook in de blauw? Blauw. Heb ik ook. Wacht even, kijk. Geen probleem. Blauw hebben we ook, zie. Allemaal, dezelfde voorkant, bicycle. In de wit is wat specialer, zie je. Ziet er wat toffer uit, zeg maar. Hebben we ook. Sterker nog, we hebben 4 kleuren. We hebben niet alleen rood, wit en blauw. Hele andere kleuren. We hebben ook zwart. Dus de Bicycle Insignia kaarten. Prachtige kaarten. Ik wens wat meer van deze tijd. Wat stijlvoller. 8. ik had een glaasje water moeten pakken. €8,75 per stuk. Het is vroeg op de morgen. Dat merk ik. Ja, wij nemen opnieuw een spel kaarten. Oh, dat is makkelijk. Ik ben op zoek naar de boeren. Boer 1, boer 2, boer 3 en boer 4. Kijk, die waren we aan het zoeken. Het idee is dit. We nemen de 4 boeren uit het kaartspel. Dan neem je 3 kaarten en die leg je op de boer. Dan neem je nog 3 kaarten, die leg je op nog een boer. Dan neem je nog 3 kaarten, die leg je nog op een boer. En dan leg je de laatste 3 kaarten ook op een andere boer. Die gaat opzij, niet meer nodig. Situatie. Allemaal boeren met daarop 3 kaarten. Nou, deze leggen we eventjes opzij. En dan gaat het volgende gebeuren, let op. We pakken deze stapel op. We pakken deze stapel op. En we pakken deze stapel op. Wat was gebeurd? Let op. Nog niks, maar let op. Ik blaas. En weg is de eerste boer. Let op. En weg is de tweede boer. En weg is de derde boer. Je vraagt je af, waar zijn de 4 boeren? Liggen uiteraard hier bij elkaar. Nou, dit is...
Daryl's versie van de McDonald's Aces. En hij heeft dat ooit uitgebracht onder de naam Jumping Jacks. En deze is ook door Murphy's Magic, die volgens mij alle rechten gekocht hebben, opnieuw uitgebracht weer. In deze uitvoering. Je ontvangt de vier speciale kaarten met de instructies erbij. En het is eigenlijk eens een variatie op de McDonald's Aces. Daar ben ik even aan het denken. McDonald's Aces, de naam zegt het al. Aces. Nou, dit zijn dus de boeren. Stel nou voor dat we iets heel raars gaan doen. Nou ja, raar is een groot woord. Maar stel voor dat we iets raars gaan doen. Even kijken. We gaan een beetje à la onze Cordione updates, waarin ik nog al spontaan bepaalde dingen uithaal, ga ik ook maar weer iets anders laten zien eventjes. Wat ga ik namelijk doen? Stel voor, ik zal het laten zien zoals ik het doe met McDonald's Aces, maar dan met de boeren. Dan zie je wat ook mee kan. Ik vind het nog, ik zeg niet beter, maar magischer. We hebben vier boeren. Op elke boer leggen we drie kaarten. Drie kaarten hebben we hier. Drie kaarten hebben we hier. Drie kaarten hebben we hier. En drie kaarten hebben we hier. Let op. Deze drie leggen we met de schoppenboer apart. Dan nemen wij de klaverboer. We knippen in de vingers. En de klaverboer draait zich spontaan om. Maar dat is niet alles. Want de klaverboer is volledig verdwenen. Dat is niet alles. Want we hebben ook de ruitenboer. En die ruitenboer, die draaien we om. We knippen de vingers. En ook de ruitenboer is volledig verdwenen. We nemen de hartenboer. Die gaat ertussen. We knippen in de vingers. En ook die verdwijnt compleet. Nou, of hij is omgedraaid, weet ik niet. Dat gaan we nu checken. Ook die blijkt volledig verdwenen. Om dan te ontdekken dat hier de vier boeren bij elkaar liggen. Nou. Dit is dus eigenlijk Dit is eigenlijk de klassieke McDonald's Aces routine. Zoals ik hem doe, moet ik erbij wel bij vertellen. En overigens krijg je drie speciale kaarten, niet vier. Ik was aan het liegen. Je hebt zelf alleen een normaal kaartspel nodig. En het maakt niet uit, zolang het gedrukt is door de United States Playing Card Company, kan het. Het hoeft niet een bepaalde rugzijde te hebben. Het kan met Bicycle, Tally-ho, B. Aviator zou het ook kunnen, maar zou ik niet doen. Maakt niet uit welke, kun je dat doen. Nou, wat kost Jumping Jacks? Jumping Jacks kost €16,50. Nou, vind ik een hele goede prijs voor deze truc. De handelingen die ik op het laatst deed, nou, die leer je niet bij. Maar zoek op Double Lift en Elm Street Account. Als je nog niet weet wat het is. En je zal erachter komen wat ik gedaan heb. Overigens, als je ooit in de winkel bent en je hebt Jumping Jacks gekocht en je begrijpt nog niet wat ik gedaan heb, vraag het mij en ik help je daar graag verder mee. Ik grabbel even langs mij. Deze vliegen ook de deur uit. Maar is niet gek, €10,95. Het ziet eruit als een heel ouderwetse verpakking. Nou, sterker nog, het is ook zo. Twee collectors kaartspellen in één blikje. Kijk, mooie verpakking al. Dit is ook een fantastische verpakking. Een blik. En in dat blik, ik heb er nog geen opengemaakt. Dus ik ga ze vanzelf. Oh, ik zal ook wat eerst openmaken nu. Hebben wij deze prachtige kaarten. Ga ik ze verder openmaken? Nee, je ziet hier de achterkant ook. En laat ik ze mooi dicht ook. Met de fiets erop. Ik zal het even neerleggen zo. Kun je het beter zien. Weet je wat, we gaan er eentje openmaken. Ik wil het ook weten ook. Kijk, de kleuren zullen niet weer verschillen, maar ik maak er eentje open. Er zit een mooi zegel op ook, zie je. Niet het standaard bicycle zegel. Dat ga ik ook om zeep helpen. Het is sowieso een beetje een doosje wat volgens mij een geval is of zo. Spontane acties. De achterkanten zijn dus allemaal... Ah, is wel heel chic. Heel chic. Allemaal... Ja, mensen op fietsen. Geen engeltjes, maar mensen op de fiets. En de voorkanten zien er zo in ieder geval er nog uit. Oh nee, toch niet. Die zag er nog normaal uit. We hebben een wit en gekleurde joker, maar iets fijner. En dit ook in wat kleinere pips, wat meer afgerondere pips, zoals je ziet. Ziet allemaal niet zo strak en niet zo hoekig.
en 2 reclamekaarten. Dus dat zijn, is de Bicycle Collectors tin. En voor 10,95 met z'n 2 kaartspellen in een mooi blikje. Ik vind het geen geld. Daarom wil ik ook, is het waarschijnlijk ook dat het zeer goed verkoopt. Dan een truc. Ja, we hebben hem ooit een update gedaan. Maar hij is lange tijd niet geweest. Dus ik ga hem jullie opnieuw laten zien. We hebben hem weer terug op voorraad. En we zijn er trots op, want het is een erg leuk ding. Voorspelling in doosje. En een pianoboek. Dat pianoboek kun je gewoon doorbladeren. Dat betekent, ik zal laten zien. Je kan, als je piano leren spelen, heb je hier Yesterday, je hebt Pink Panther, je hebt Happy Birthday, je hebt Let It Be, Rose Susanna, Memory Cats, allemaal, ik weet niet of je het ziet duidelijk, allemaal verschillende, Old McDonald's, weet ik wel, allemaal liedjes, Serenade, allemaal nummers, ze zijn hiervoor ook een keer in de inhoudsopgave, zie ik, staan ze allemaal in, zie. En mensen mogen getal noemen tussen 0 en 21. Dus bijvoorbeeld, normaal zou ik even iets, iemand een getal laten noemen, maar Leon is er niet. Ik zou kunnen dobbelen, want ik ben vergeten dobbels in te pakken. 14. Serieus willekeur, mensen mogen elke getal noemen. 14. En ik kijk op 14 en op 14 staat de Pink Panther. Dus 14, maar ook op bladzijde 15 staat ook de Pink Panther. Kijk even een pagina verder. Wat als we 16, 17 hadden gepakt, dan hadden we bijvoorbeeld Let It Be gehad. Maar dat is niet zo, we hebben niet 16, 17, we hebben 14, 15. De Pink Panther. Dat wist ik. Echt. Want in dit doosje zit... Nee, niet Pink Panther. Maar in dit doosje zit een klein speeldoosje. En als we aan dat doosje draaien... Luister goed. Nou, ik neem aan dat iedereen het kent. Dat was duidelijk. De Pink Panther. Nou, deze truc heet Song Prediction. Kost €55. Je ontvangt het boek en het speeldoosje. Dit zit er niet bij, hebben we niet los. Dit gebruiken wij zelf ervoor. Waarom gebruik ik dit? Omdat het een verrassing blijft wat de voorspelling is. En omdat het werkt als klankkast. Als ik dit namelijk hierop draai... En de rest gaat hier verder. Hoor je het verschil? Misschien wel 2 keer zo hard. Dus dit, omdat dit een soort klankkast is, is het nog beter te horen voor iedereen. Daarom gebruik ik dit doosje ook om het op te zetten. Maakt het nog specialer. Dus de Song Prediction voor €55. Dan ook een heel gaaf ding. Ik heb hem nog niet op mijn eigen telefoon staan, dus ik kan hem je nog niet echt laten zien. Maar ik ga er wat over vertellen. AnyWeb. Ja, wat is AnyWeb? AnyWeb is een app waarmee je eigenlijk alles kunt forceren op elke website. Dus stel voor, je wil op Amazon een broodrooster forceren. Ik noem iets raars. Dan ga je in de app naar Amazon, je zegt ik wil broodrooster opslaan. Dan tijdens je optreden zeg je tegen mensen, ga je naar Amazon. Zeg, kijk, ik ga naar Amazon. Zie je allemaal producten. Allemaal verschillende producten. Weet je wat? Scroll er doorheen. En ergens tik je gewoon om te stoppen. Nou, die mensen scrollen doorheen. Tik je ergens om te stoppen. Ze stoppen op de broodrooster. Het broodrooster. Niet te geloven. Dat kan niet alleen op Amazon. Dat kan ook met Google. Dat kan ook op onze website. Dat kan ook op Instagram, Facebook. Op alles. Super gaaf. Je kan meerdere favorieten instellen. Dus stel dat je een ding hebt op Amazon en een ding op bol.com en een ding op ding. Je kunt gewoon tijdens dat je met de mensen praat, kies je nog, ik ga deze gebruiken. De app is zeer gebruiksvriendelijk, makkelijk in gebruik ook en is uiterst universeel. Wat krijg je? Je krijgt deze verpakking. En die verpakking bevat een activatiecode waarmee je de app kunt installeren en gebruiken. Prijs van deze app: €43,95. Ik heb mijn Blackpool gedemonstreerd gezien. Was zeer onder de indruk. Daar verkochten ze hem helaas nog niet.
aan handelaren, dus ik kon hem daar niet meenemen. Maar het is een uiterst interessant product om op je telefoon te hebben. Want ik denk als je het eenmaal op je telefoon hebt, zul je het zeker gebruiken. Dus niet vergeten, AnyWeb. Echt serieus goed gemaakt. Dan de laatste van vandaag. Eén portefeuille. Geen vier portefeuille, maar een portefeuille. En één spel. Kaarten. Toeschouwer mag ik ergens een kaart kiezen. We gaan even uit van deze. Kunnen we verder niet zien. De kaart gaat ergens terug in het spel. Ik wil de kaart. Lastig als je niet kijkt. Ik wil de kaart verder ook niet zien. We schudden de kaarten nog. Gaat een beetje recht zo, ja. Zo, dan gaan we kijken. Ik weet toch niet waar de kaart zit. De kaarten gaan door elkaar. Hebben jullie de kaart onthouden? Goed, want ik heb het namelijk niet onthouden. Oké. Maar als het goed is, is de kaart verdwenen uit het kaartspel. En dat is niet alles, want de portefeuille die hier de hele tijd al ligt, bevat namelijk één kaart. We maken de portefeuille open. Maken de rest. Oh, die was open, zie ik. En daarin zit één kaart. En dat is, als het goed is, ik heb niet gezien, jullie gekozen kaart. Dat zie ik pas bij monteren of ik die juiste kaart inderdaad eruit heb gehaald. Maar dit is dezelfde, hij had gesigneerd kunnen zijn. Dit is de Regal Cop Wallet. Nou, dit is de laadmethode zoals hij zou moeten zijn officieel. Volgens de instructies. Namelijk via de Gambler's Cop. Daar is hij voor gemaakt eigenlijk. Maar ik dacht, het is een mooie portefeuille. Maar volgens mij kan je daar veel meer mee. Ik maak de rits even dicht. Zo. Want stel nou dat je je vingers knipt. Wat hadden we net? Schop A's was het, hè? We gaan die schoppen A's even zoeken. Die schoppen A's gaan we even zoeken. Schoppen A's. 0 schoppen A's hier. Hier ook niet. Aan de andere kant ook niet. Mensen denken dat ik een speciale kaart gebruik. Geen schoppen A's te bekennen. Zie. Die, voilà. En je raadt het al. We hebben hier namelijk één portefeuille liggen. Portefeuille pakken we. En de portefeuille bevat namelijk in het ritsvak één kaart. En het is een opgevouwen kaart. Zie. En er is een nieuwe schoppen A's. Nou, zo zou je ook van alles en nog wat, vind ik, tenminste daar is hij voor geschikt. Je zou een ring in je hand kunnen pakken. Op de een of andere manier verdwijnt die ring zo. Verdwenen. Je neemt de portemonnee. Open de portemonnee. En in het vakje zit de ring. Dus, ik vind hem eigenlijk heel universeel. Ook al is hij bestemd, of nou, genoemd naar de Cop Wallet. Als we dus te laden via de Gambler's Cop, wat een bepaalde manier is om een kaart achter te houden, zeg maar. Dus je kan het zo makkelijk of moeilijk maken als je wilt, maar ik vind dit een uiterst universeel dingetje. Regal Cop Wallet, $49,95. Voor een portefeuille vind ik dat een heel goed bedrag. Dus een aanrader, compleet met de portefeuille. Die je kunt aankleden met je eigen pasjes en andere dingen, zodat het er goed uitziet als een normale portefeuille. En niet zo verdacht. En nou zie ik op mijn lijstje iets staan wat ik niet meer heb gepakt. Nou ligt dat daar achter de camera. Dus ik sta eventjes op, let op. Want dit is er eentje. Er zijn er al een heleboel van verkocht. Ik weet helemaal niet of die nog leverbaar is. Ja, wij hebben hem nog. Maar ik weet niet, als ik hem nu online zou bestellen bij onze leveranciers, of die er nog is. De Amaze Wands. Wil ik jullie zeker niet onthouden, zoals ze dat noemen. Wat is namelijk het geval? Ik spiek even bovenaan. Ik kan helemaal niet zien of alles nog loopt, maar daar ga ik wel van uit. Je hebt een stok. Je geeft de stok aan een kind. En je hebt dan een tweede stok. Oké, maakt niet uit. Heb je nog een andere hand? Pak de andere dan die andere hand. Goed zo. Heb je een rode en een gele stok. En dat is
Wacht even nog eentje. Deze even onder je arm. Weet je wat? Dan pak je rood, geel en rood, geel en blauw. Geen probleem. Want vandaag gaan. Hè? Wat is dit nou weer? Nou, oké. Okay. Pak deze even tussen je knieën. Heb je een hand vrij voor de groene stok. Heel goed, de groene stok. En dan. Jezus, houdt niet op, jongens. Heb je deze zwarte stok nog over? Maar deze zwarte stok die je net zag, kun je dan ook nog geven. En dan wordt het een Breakaway Wand. Nou, fantastische set, al zeg ik het zelf. Van David K. als ik me niet heel goed weet. Gesteddy Billy. Ja, het is niet het. Je kijkt niet naar het geheim. Ik bedoel, is niet dat je zegt, ja, ze komen uit elkaar. Doe dit in een kindershow en je neemt deze je leven lang overal mee naartoe. Dit is een van de meest gebruikte gags aller tijden en dat gecombineerd. Want de Breakaway Wand, de stok die uit elkaar valt, gebruikt elke kindergoochelaar. Ben je kindergoochelaar, gebruik je hem niet, dan mis je iets. Nested Wands, dat zijn de stokken die in elkaar zitten, die uit elkaar komen. Als je het goed doet, zoals ik het nu net deed, maar dan in mijn show, geef ik een stok aan het kind, ik loop weg. En ik zie de nieuwe stok, die ervoor, ik zie het niet, totdat ik ermee zwaai. Ik praat alleen maar over de stok die ik heb gegeven. Hier heb je de rode stok en ik loop weg. En pas als ik zwaai, zie ik plotseling... Huh? Wacht even, we hadden alleen een rode stok. Oké, okay, maakt niet uit. Weet je, pak een rode en een blauwe. Ik geef de blauwe, waarschijnlijk in dit geval de groene. Maar die zie ik pas op het moment dat ik mijn arm omhoog beweeg en staat te praten, zie ik pas de groene. Voor kinderen hilarisch. Kinderen houden ervan als je dingen... Als je domme dingen doet, laat ik zo zeggen. En dit valt daaronder. Laat staan als dan de laatste stok ook nog uit elkaar valt. Ik gebruik de sets los in mijn show, want ik heb een zesvoudige set Nesting Wands. Verkopen we ook, met zes stokken in elkaar. En ik gebruik daarna de Breakaway Wand. Maar met deze set heb je het in elkaar. Hoeft natuurlijk niet, maar heb je het in elkaar en kun je de twee dingen achter elkaar doen. Amaze Wands. Kosten €27,50. Ook nog een super prijs, want normaal Nested Wand zit volgens mij op €35 of €42. En een Breakaway Wand op 10. Hier heb je beide voor €27,50. Genoeg gepraat, zo meteen even wat water drinken. Ja, dat was hem voor deze update. Update nummer 117. Ik kijk serieus naar boven, want ik heb het idee dat de camera boven mij er gewoon mee gestopt is. Oh nee, nee. Ik zie een rood lampje. Nieuwe locatie, nieuwe plek, nieuwe kabels. Ja, de vakantie komt eraan. Dat betekent, het is nu juni. In juni hebben we deze update gehad. Nou, in mei was er geen. Waarom? Toen was het een bouwput, wil ik niet zeggen. Maar toen zat ik hier in een kaal pand. Het was gewoon niet de mogelijkheid om een video op te nemen. Nu dus wel. In juli zitten we midden in de vakantietijd. Dus dan zal er ook geen update komen. Dan weet je dat vast. Pas in augustus zullen wij met de volgende product update terugkomen. Ik of Leon, of ik en Leon, ligt eraan wat de situatie dan is. Wat vakantie betreft, check onze website op de contactpagina, wat betreft de openingstijden in de vakantie. Het zou zomaar kunnen dat we helemaal open blijven. Dat is nog even afhankelijk, want de vakanties zitten helemaal ondersteboven, zoals bij veel mensen. De vakantie die wij geboekt hadden gaat ook compleet niet door, dus we kunnen schuiven op alle gebieden. Dus misschien zijn we gewoon wel de hele zomer open. Misschien zijn we één weekje dicht. Het zal in ieder geval niet meer worden dan één weekje dicht. Dus mocht jij willen langskomen in de vakantie, je bent van harte welkom. We mogen met z'n achten in de winkel tegenwoordig, alhoewel ik daar niet over nagedacht heb. Want als ik het nieuws gisteren hoorde, was eigenlijk de boodschap. Het aantal mensen maakt niet meer uit binnen, als je maar 1,5 meter afstand houdt. Met 8 of 10 of 12 is dat dan wel de max een beetje bereikt. Dus mocht je weer langskomen, je bent van harte welkom. En anders is er altijd nog onze webshop. Ik wens jullie een hele fijne vakantie en tot de volgende keer. Doei doei!